Er is niemand level 5, hè? Nee, er is niemand level 5. Oké. Dat weet ik. Ik weet dat het Dangerous Outside is. Maar... ik ben blij dat ik hem in ieder geval gesaved heb. Oké. We hebben hier... deze vijanden zitten. Oh. Dit is niet de vijand die ik dacht dat er zou zitten. Daar ben ik heel eerlijk in. God darn it. Ik weet dat er ook andere vijanden zitten. En ik dacht dat ze ons dan wel aangepast hebben. Nee. Niet nog meer stop. Nee. Mis. Please, mis. Nee. Jesus. Ik weet niet. Oh no. Oh no. Ja, kijk. Zo gevaarlijk is het dus hier buiten. En... oh, Jesus. Nou, waarschijnlijk ga ik er nou aan. Ja, ja, heel hard zelfs. Bam! En hartstikke dood. Maar dat maakt niet uit. Want, ik heb hem gesaved, gelukkig, van tevoren. Nou. De renner om wie het ging is nu afgevoerd met de ambulance. Holy. Oh. Echt, serieus. Het was gewoon... zo een nare valpartij. Even kijken. Ja, dat ging allemaal goed, hè? Nou, want waar ik eigenlijk op zoek naar ben... is... een bepaalde vijand hierboven. Die, die kan een bepaalde spel leren. Alright, sure. Gaan we gewoon op dingen saven. Ik weet ook niet meer wat de wat de recommended level is voor deze grotto. Ja, dat weet ik. Dat is ook de bedoeling. Nogmaals, van andere vijanden gaan we rennen, maar niet van alle vijanden. Want er is een bepaald soort vijand dat ik graag wil zien hier. Nope, dat is niet deze. Niet deze. Misschien dat ik dat even moet uitzoeken. Dat is misschien wel verstandig dat ik dat uitzoek voordat ik dingen ga doen die waar ik later spijt van krijg. Oh no, daar gaan we allemaal. Alweer. Jesus. Misschien dat het verstandig is dat ik dat eerst even nakijk. Voordat ik het aantal doden opstapel, zeg maar. Dat gaan we niet doen. Oké. Oké. Even terug in de grotto. Dan gaan we heel even... gaan we heel even kijken, want... oh. Oh, wauw. Ik zie ook dat ik iets gemist heb, dus... misschien dat ik zometeen toch maar even terugloop.
Oké. Nee, het is niet wat ik dacht dat het was. Ik ga wel even terug naar iets anders. Een holy bell. Wat doet die holy bell? Breekt die niet dan misschien? Dat zou ook fijn zijn. Dat zou extreem fijn zijn zelfs. Oh fijn, nog fijner. Overigens heb ik ook het aangeraden level opgezocht. Het is level 10, dus ik ben nog echt wel onderleveld. Maar op zich maakt dat niet uit. Zolang ik maar... hoe heet het? Zolang ik maar dingen kan stelen van hem. Hoe heet het? Tent. Of desnoods kan dat ik terug ga en... dat ga doen dan. Dat zou natuurlijk ook nog wel een optie zijn. Yep. Ik ben voorlopig een klein beetje underleveld. Oh damn it, ik moet omlopen. Oh wacht, er zit hier iets. Ha! Die had ik de eerste keer gemist, dat is maar goed dat ik er ga. Rie. Oh Jesus, deze weer. Eén ding, als zij might gaat spammen, dan ben ik snel weg. En Thais is niet zo erg. Oh, ik zeg, als een might gaat spammen, dan ben ik echt wel de pineut. Weet je, dat moeten we echt niet hebben. Dat. Nou, oh, godzijdank. Ik denk ook niet dat ik er kan eten, maar... wie weet. Oh nee. Yup, we gaan weer... dammit. Ja, weg hier. Echt zo snel mogelijk weg hier. Echt. Want ik heb ook nog maar één Phoenix down. No. Kom op. Kunnen we rennen alsjeblieft, jongens? Alsjeblieft, dankjewel. Nee, kom op. Nee. Dit is ernstig, dit is heel ernstig. Kom op, alsjeblieft, dankjewel. Oh my god, ik denk dat ik er gewoon weer aan ga. Jesus. Oké. Je made your point. Je made your point, game. Ik ben hier te vroeg.
Dus dat gaan we niet nog een keer doen. Oké. Okay. We moeten nog wel iets anders verzoeken, wat ik dus nog niet gedaan heb. Dat is deze bezoeken. Want, kijk, en we weten dat... Yes. Oké, betekent dat ik... Oh, godzijdank. Dan denk ik dat ik verstandig ga zijn en we gaan nog één ding doen. Want ik weet dat er hier namelijk een vijand zit voor Quinna. Die we te pakken moeten krijgen. Zijn dat ze? Zijn dat de Mandrogen? Yes. Oké. Okay. Oh, wauw. Ik had niet verwacht dat die zo sterk zou zijn. Kun je wel... Oh, no. Oké. Okay. Oh. Wat? Holy, what the hell, joh. Jeez. My God. Zo, Chestnut zou dat gewoon, man, ik ben echt severe underleveled voor dit allemaal. Dag, Quinna. Oh nee, toch niet. Ik had verwacht dat Quinna hier echt gewoon het loodje zou leggen, maar toch niet. Godzijdank. Oké. Okay. Top, fijn. Laten we even terug gaan, want my god. Jeez, oké. Okay, wat ik dus ga doen... is... Ik ga uplevelen. En dan dan hoop ik de volgende keer level 11, misschien level 12 te zijn. En dan ben ik terug, want ik ga dit niet... Ik ga dit echt niet proberen. Ik word ontzettend flink geowned door alle vijanden op dit moment. En nee, ik denk dat ik verstandig ga zijn en dat ga afwachten. Ik denk niet dat ik de grind ga laten zien, want ja, dat is vooral grinden en dergelijke. En ik denk niet dat dat heel spannend en extreem bijzonder gaat zijn, dus. Maar goed. In ieder geval, tot de volgende keer.